wij zijn vanmorgen om 10:30 begonnen met repeteren. Met ongeveer 100 jonge muzikanten. En ja, we hebben heel de dag repetities gehouden. S'morgens gezamenlijk, daarna een groepsrepetitie met ja, verschillende secties. Daarna hebben we ook nog weer gezamenlijk gerepeteerd. Lekker gegeten met z'n allen. Een broodje frikandel en een broodje kroket. En ja, vanavond een geweldig concert. En hoe is deze dag dan tot stand gekomen? Nou, vroeger, en dan heb ik het over ongeveer 30 jaar geleden, werd deze dag al georganiseerd destijds door de muziekschool. De muziekschool is op een gegeven moment failliet gegaan, hier ook in de regio. En toen hebben een aantal vrijwilligers het idee weer opgepakt om, ja, een jaar of 4, 5 later toch die jeugdmuziekdag weer in het leven te roepen. En ja, dat is dit tot gevolg hebbend, zeg maar. Dus elk jaar een terugkerend heel leuk evenement voor de muziekmakende jeugd. En ik neem aan dat ze al die muziekstukken niet in één dag leren. Jawel, die muziekstukken die leren ze allemaal in één dag. Ze krijgen van tevoren door de Stichting Jeugdmuziekdag alle muziek per e-mail al thuis gestuurd. En dan kunnen de mensen hem thuis uitprinten. Ze nemen die mee naar de les eventueel. Sommige jeugdorkesten waar de mensen van meedoen, die doen het van tevoren ook al een keertje oefenen. Maar vandaag is wel echt de dag geweest om, ja, om het in te studeren, zeg maar, met elkaar. En wat komt er op zo'n avond dan allemaal voorbij qua muziek? Nou, vandaag hadden we dus een thema met dansmuziek. Daarbij zijn we begonnen in de oertijd. En zo elke keer een latere periode en muziekstijl. En ja, we eindigen met Hey Brother. Gewoon lekkere, moderne, vrolijke muziek. En als er nou iemand zit te kijken die denkt, nou volgend jaar, ik speel ook instrument, ik ben jong, ik wil meedoen. Ja, dat kan. Meld je vooral aan bij je muziekvereniging, bij jou in je dorp. En op het moment dat je dan daar ongeveer een jaartje les hebt, dan kun je in principe hier al mee gaan spelen. Met zo'n hele grote groep. En ja, je maakt op zo'n dag echt vrienden die je over 30 jaar nog tegenkomt. En het is echt heel erg leuk om te doen.